me! Oh! Au! Hallo allemaal, ik ben Rutger en wat leuk dat je naar de allereerste februari video kijkt van dit jaar met vandaag als special guest... Dylan! Yay! Waarom moest dat nou weer zo lang duren? Nou ja, hartstikke leuk dat je naar deze allereerste februari video kijkt. De hele maand februari komt er elke schooldag een video online met mij. Ja, dat had je gewild natuurlijk. Ja! Nee. Ik heb wel de allereerste video met jou. Ik hoop dat je die eer ook wel groot genoeg vindt. Het voelt echt maar als een eer. Elke dag is er iemand anders te gast. Kan een YouTuber zijn of een speciale gast. Ben ik een speciale gast of een YouTuber? Nou, beide. Filmster, alles. Oké. Is goed, Paco. Maar... Oké, dit gaat weer helemaal niet goed komen. Ja, dit gaat helemaal fout. Tijdens februari heb ik een onwijs toffe winactie. Je kan namelijk een t-shirt winnen met daarop de handtekeningen van alle mensen die te gast zijn. Oh, nu zie je al een aantal handtekeningen. Hoe kan dat? Ja, ik ben de opnames lopen een beetje door elkaar. Ja! Het spijt me! Maar het Ultimate YouTuber Fan t-shirt met alle handtekeningen dus Dylan. Wil je die even gaan signeren? Dan hebben we dat gelijk gehad voordat we het vergeten. Want één is een jongens shirt, de andere is een meisje shirt. En die kun je winnen door een reactie achter te laten. Want hij wordt verloot onder alle reacties die tijdens februari worden geplaatst. Hallo. Nou, die staat Hallo. Erop. Ik laat het verder niet te veel zien, want anders dan is heel gewoon alles overklapt. Ah! Oh. Maar vandaag heb ik echt een geweldige challenge, denk ik. We gaan namelijk, heel goed, stiften gooien. Nee, we gaan een cake bakken en nu is dat schijnt niet zo moeilijk te zijn, ik doe het niet zo vaak. Maar nee, dit doe je, dit mag dus al niet. Oh, waarom niet? Want de challenge, nee! Zo, rustig. Oké, doe je handen even voor. Doe ze achter je rug. Waarom? Nou, daar blijven ze vanaf nu. Want... Ja, we gaan vandaag namelijk een cake bakken. Alleen, er is één maar. Je mag je handen niet gebruiken. Maar we mogen wel samenwerken, dus we gaan gewoon een cake bakken. Oh, we zijn een team. Ja. Oh! Ja, en we maken een Oreo cake. De Oreo's staan hier klaar. Hoe gaat dit? Dat gaat het nooit lukken. Ja, dat weet ik ook niet. Maar alles ligt in principe klaar. Het recept heb ik in mijn hoofd zitten. Dus ja, ik denk dat het gaat lukken. Maar, oké, nog één keer dan mijn handen voor mijn rug. Geef de video natuurlijk zeker even een duimpje omhoog. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat ook eventjes. Dan mis je geen één video. Dan gaan we nu beginnen met de geweldige cake zonder handen. Maar waar moet je mee beginnen? Oh, we moeten misschien de kom hebben. Pak jij even een van de drie kommen. Pak jij even een van de... Ja. Een soort kip. Ik wil graag de onderste, denk ik. De grootste. Ja, had dat meteen gezegd. Kijk, de... Ja, dat is één. Gewoon waar. Huh? Wat zit erin? Ik heb dit net... Sorry, de extra gekocht. Haatbaar! Spin! Het is gebruikt! Een levende spin! Het is een... Het is wel... Ik weet niet, in mijn neus denk ik. Nee, ja, dit is... Ah! En dan bloed al. We moeten hem op de weegschaal zetten. Deze dingen? Ja, die hebben we niet nodig. Denk ik. God, mijn kast gaat nog kapot door jou, hè? Ja, ik sloop tegenwoordig elke kast die ik tegenkom sinds ik eruit ben. Oh, Dylan, wat kan je? Pak nou die weegschaal. Mag ik even mijn pet achterstevoren opdoen? Want het is echt super moeilijk met een pet. Kom! Wat moet ik doen? Kijk, die weegschaal! Kom! Ik wil die weegschaal! Oeh! Weet ik wel! Oh, netjes! Hé, dat gaat goed, man. Oh, dit mag niet. Hoofd, kop dood. Doe jij hem even aan. Ik heb wel een neus. Oh! Ja! Oké, nu moeten we 200 gram van alles hebben. Dus 200 gram zelfrijzend bloem. Oh nee. Hoe gaan we dit openmaken? Ja, weet ik wel. Jij hebt deze challenge bedacht, dus ik neem aan dat je... Ja, man! Door de andere kant. Rutger, dit was heel intiem. Ik kan het niet. Jij hebt dat lipje. Oh, dit gaat... Hij is een beetje open. Nou. Zo te proeven. Ik heb hem. Ja, knap. Oh, nu moet het erin. Wacht. Het moet 200 gram. Ja, netjes. 200 gram. Dit gaat heel stom. We hebben nog 0 gram. Jij wil alles met je mond doen. Au!
Dat was niet de bedoeling. Sorry. Godver. Wacht. Mijn brood. Min 190. Nee. Rutger. Wat heb je gedaan? Gadver! Ik heb hooikoorts. Ben ik dan ook allergisch voor bloem? Ja, in principe wel. Maar zo goed. Pak die kom! Nou, niet zo flauw doen. Hey, doe dit zo! Ik probeer die kom te pakken. Ja! Oké, ga door. Oh! Bijna! Hoeveel zat erin? Ja, dat weet ik niet. Ja, best veel. Wow! Oh! Ja, oh! Ja, stop! Nee, niet stop! Door! Stop, ja! Oh, het is wel iets te veel. Ja! 231, nou, ik keur het goed. Oké. Nu de suiker. Of de eieren, wat zullen we doen? Eieren moeten. Oké, kip, pak jij dan even de eieren? Oh, dat was al een Ja, dat was de bedoeling. Maak hem gewoon open! Ja! Je hebt er al één bijna kapot. Ja, dat was de bedoeling. Nu moet dit gebroken worden in de kom. Ja, dat kan toch niet? Oh, dat zou slim zijn. Gadver, met je neus in het ei. Ja, ik moet toch wat. Wacht. Wat ga je doen? Dit is heel raar. Ja, precies. Wat? Nee! Ga je breken! Au! Kroske! Geen hand! Wow! Ah! Mario! Nee man, dat is echt ziek knap! Oh my god, dit was echt knap! Ik word ziek nu wel, denk ik! Hoe deed je dat? Ja, weet ik ook niet! Dat is echt ziek pro. Hoeveel eieren? Vier. Hier. Ja, ik heb het ook niet bedacht. Ja, je moet hem, dat deed ik ook, zuigen. Ja, daar ben je beter in dan ik. Rapper Jos. Doe het voor een snicker. Oké. Nee, dat gaat nooit lukken, dan valt hij om. Nee! Nee, niet erin. Niet erin. Maar je zei dat moeten vier eieren in, niet alleen wat in... Het... Oh ja. Toch? Het staat niet in dat je ze moet breken. Nee. Godverdomme! Oh, er komt schaal in, dat moet je niet willen! Hoe kan dit zo goed gaan, heb je serieus? Dat klopt niet eens niet, dat heb je echt vaker gedaan. Nee, je moet het gewoon doen! Ik vind hem zo goed. Je stalsuiker. Eerst suiker maar dan. Oké, het staat niks bij jou, dus laten we jou dat maar eerst doen. Ja. Dit is wel intiem. Zonde! Bijna. Ja? Ja! Applaus, moet je applaus. Nu voorzichtig keepen. Ik hou de stand in de gaten. 0. 0. 0. Fuck. Ja. Oh! Ja, 20. Meer. 40. 60. 100. 150. Langzaamaan. 100. Ja, stop. Oh my god, het was heel knap. Okay. De boter. Oh wacht, ik moet... Oh nee, je gooit hem gewoon helemaal erin. Dat is maar niet uit. Wat doe je? Ja, ik wil je neus voelen. Oh. Je gaat er helemaal in. Oh, dat doe je goed. Dat is perfect. Echt? Ja, hij gaat al open. Help dan. Nee, hij gaat al. Doe nou. Ja, perfect. Oké, hij zit erin. Doe nou. Poppie. Wat een challenge is dit. Ik word hier helemaal gefrustreerd van. Probeer jij het nou eens? Ja, gast, je hebt dat hele ding aflopen leveren. Nou, ik hoop dat je die ei viezer vindt. Nee. Daar word je minder ziek van. Ik heb homo. Oh, ik heb een idee. Besmettelijk. Dan ga ik even naar de wc en dan moet je gewoon blijven. Wacht, blijf! Ik heb een idee. Ja. Konald! Zo! Hup, klaar mee! Hé, het zit er ineens in! Nee, we vergeten nog iets. Deze moeten we openmaken, want er moeten nog Oreo-koekjes in. Ah, top! Grond gooien? Ja. Oké, wel goed, want het is zo...
Plat op de grond. Voeten, voeten, tuurlijk! Wacht, wacht. Hij is open! Oh nee, dat mag ook niet! Oh! Oh! Oh ja! Nu jij, nu jij! Oké. Wij zijn echt goed. Wij zijn echt goed. Oké. Ja, we moeten samenwerken. Ik kan hier niet aan. Ik zit er wel in. Auw! Dit lijkt net een zoen. De eerste keer, zo ongemakkelijk. Ja. Also, ik bedoel dan vaak ook naar Oreo. Ik ga gewoon kapot bijten. Nou. Nou, de Oreo's zitten erin. Maar hoe mix je dit nu? Dat weet ik eigenlijk ook niet. Wil je dat met je tongen? Met je voeten natuurlijk. Oh, Rutger, doe je ding. Help. Oh, oké. Okay, oké. Okay. Oh. Hey, dit gaat best goed. Bijna uit. Ja, het is heel glibberig. Het gaat prima. Nou, wat zal Marit smullen straks, ja? Zo. Ik ben bezig met de lampen. Dit plakt alleen maar aan mijn voet, dit. Wat is dit? Ja. Oké, okay, ik denk dat hij klaar is voor de vorm. Hij past er niet eens in. Welke maat heb jij? Ja, ik heb een cake bleek. Een cake volgen. Deze gaan we uitdelen op straat. Ja, echte Oreo cake. Nou, even in de oven en dan zien we zo meteen het resultaat. Wauw, hij heeft in de oven gezeten en kijk eens eventjes. Ja, dit had ik echt niet verwacht. Oh, kijk hoe mooi die is geworden. Zo. Echt. Ja. Ik zei het al, hij is al. Yes. Heel goed. Nou, ik ben erg benieuwd. Het is natuurlijk een Oreo cake geworden. Probeer hem even eruit te krijgen in één stuk. Wauw, kijk eens eventjes. Een Oreo cake. Echt zo mooi. Ik perfect wil in het midden. Oh, wow, dit ziet er echt goed uit, joh. Ja, hè? Hoe zou die lekker zijn? Ja, ik weet echt niet of ik durf te eten, want je hebt wel met je voet erin gezeten. Ja, maar ik had ze wel gewassen. Lekker. Wel ergens een beetje pittig, maar dat kan de voet zijn. Echt wow, lekker. Een aanrader dit. Heerlijk. Ah, ook helemaal niet zo moeilijk om te maken. Nee, het was zo gedaan. Nou. Je hebt Jan er niet eens nodig. Nee. Eet jij nog even lekker door? Ja. Ik hoop dat je het leuk vond om deze challenge te doen, Dylan. Ja, zeker. Nou, gelukkig. Oh ja, heerlijk. Geniet er even zo. Oké, nou, als jullie deze video leuk vonden, doe dan zeker eventjes een duimpje omhoog. En als je nog meer van Dylan wil zien, waar kan dat? Op mijn YouTube-kanaal. YouTube.com/DylanHaaijes. Maar we hebben nog een video opgenomen en die komt binnenkort op Dylan's kanaal. Ik denk Team Dylan Hagens dan, hè? Ja. Ja, precies. Dus het linkje daarvan zal ik ook in de beschrijving zetten. En als die eenmaal online staat, dan komt die ook hier zo in het eindscherm. Nou, eet jij nog even lekker door. Ik zie jullie in ieder geval morgen weer met een nieuwe februari video met een andere gast. Maar tot die tijd, stay fabulous. Doei doei! Thomas. Nou, leuk dat je keek. Doei!